We pakken hem zo beet. Doen het lusje om zijn poot. Trekken hem iets aan, niet te strak. Gewoon dat hij bewegingsruimte heeft. En dan kunnen we hem zo in het water zetten. Nou, dan gaat de steen op de bodem van de plas. En dan kan hij rondzwemmen. En als wilde eenden hun soortgenoten dan zien of zelfs horen, komen ze naar hen toe. En dat biedt kans voor de jagers hier op de Reewijkse plassen. Maar volgens tegenstanders is het inzetten van levende lokeenden, zoals hier te zien bij een andere jager, wreed en niet meer van deze tijd. Zelfs als ze zouden willen, als ze ergens van zouden schrikken, ja, ze kunnen gewoon nergens heen. En ze worden alleen maar gebruikt om hun soortgenoten te lokken en te doden. Ja, die methode, daar zijn wij fel op tegen. Dan een eend eventjes trekt aan een touw. Ja, tuurlijk, dat gebeurt bij mij ook wel eens een keertje dat hij even trekt. Een hond trekt ook wel eens aan de riem. Mishandel ik hem dan? Denk het niet. Ik vind het niet vreed. Ik ben gewoon goed voor mijn beesten. Ik geloof dat ze dat zelf vinden, maar ik deel zelf dat uitgangspunt niet. Wij denken zelf, nou ja, als je van een dier houdt, ja, dan schiet je het niet dood. Als mensen dat vreed vinden, dan komen ze in mijn idee gewoon van een andere planeet en weten ze echt niet waar ze het over hebben.